Welkom bij Voetbaljournaal. Vandaag staan wij bij het Frans Heesen Stadion bij voetbalclub Top Os. De eerste vraag. Welke club wist net als PSV alle punten tot nu toe te behalen in de competitie? Is dat A, PSG, B, Manchester City of C, Juventus? PSG. PSG. Ja, dat klopt. Ja, klopt. Goed. Tweede vraag. Ferdi Druijf van Jong AZ is momenteel de topscorer van de keukenkampioendivisie, maar hoeveel heeft hij er tot nu toe gemaakt? Is dat A, 9, B, 11 of C, 12? 11 doelpunten heeft hij. 11. Ja. Klopt. Goed. Ja. Dan maak ik het even wat moeilijker. Oké, luister goed. Je hebt 5 seconden nadat ik de vraag heb gesteld. Ja. Welke voetballer heeft de langste achternaam? Tom Beugelsdijk, Nicolas Tagliafico of Daryl van Michum? Tagliafico, denk ik. Tagliafico. Helaas. Het is ja, Beugelsdijk. Die heeft er 11 en de andere twee hebben er 10. Rustig! Vraag 4. Voor ongeveer hoeveel euro kwam Cristiano Ronaldo over van Real Madrid naar Juventus? A, 85 miljoen, B, 100 miljoen of C, 150 miljoen? Ik denk C, 150 miljoen. 100. Fout. Het is 100 miljoen. Ja, dat is goed. Dan moet je goed luisteren. Welke voetballer zei ooit, we overnachten nu 2 maanden in een hotel, maar we zoeken voor een appartementje. Mochten we die niet vinden, dan kopen we gewoon het hotel. Is dat A, Mario Balotelli, B, Neymar of C, Zlatan Ibrahimovic? Balotelli. Zlatan. Ja, dat is goed. Helaas, Zlatan. Ja, die zei dat. De tweede ronde is dan wie is het spel? Dan laat ik een deel van een voetballer zien, een arm of zo, Tato, en dan moet jij raden wie het is. Wie is deze speler? Veldwijk. Ja, Lars Veldwijk. Gaan we kijken. Ja. Ja, dat is goed. Goed. Oké, tweede. Zo, die. Gerrit Bill. Gerrit Bill. Ook goed. Correct. Gerrit Bill. Die is makkelijk, denk ik. Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic. Correct. Ja. Wie is deze speler? Ayoub. Feyenoord. Yassin Ayoub. Dat is ook goed. Ja, Yassin Ayoub. Klopt. Ja. En de laatste? Marcelo, denk ik. Ik denk Marcelo van Real Madrid. Is dat zo? Nee, het is van... Het is Fellaini, ja. Ja, ze hebben alle... Ik zat hier te kijken naar dat Adidas dacht. Ja, ja. Van Real. Instinkertje. Brian had die ook al fout. Die dacht ook Marcelo, inderdaad. Je krijgt een titel te horen. Ja. Jij mag raden of het een waargebeurd verhaal is. Of dat het gewoon echt nergens op slaat. Oké, okay, de eerste. Voetbalspeler verkleed als terrorist met bom tijdens Halloween. Eens. Dat is waar. Dat is inderdaad waar. Ja, klopt. Bij München-speler Ravia, ja. Hij kreeg heel veel kritiek erop. Ja. Heeft ook inmiddels excuses aangeboden. Ja, was niet best, nee. Was niet best, nee. Hij was verkleed en hij komt als een gek. Onrust op tribune door loslopende ratten in Spanje. Is niet waar. Waar gebeurt? Het had wel gekund, maar het is niet waar. Het is fout. Het slaat nergens op. Okay, ja. Onzin. Oké. Derde. Utrecht-speler aangehouden wegens rijden onder invloed. Niet waar. Er zijn zoveel spelers die worden aangehouden dat ze te veel alcohol hebben. Nee. Nee, niet waar. Klopt. Dat is fake. Klopt. De laatste. Sparta gaat samenwerken met Ajax. Eens. Wel waar. Inderdaad. Correct. Het is eens. Zijn de Spartanen niet heel blij mee? Nee, ja. Feyenoord werd bedreigd door 12-jarigen. Kan ik me zomaar voorstellen, maar ik denk het niet. Eens. Klopt. Het is wel waar. Nadat Denemarken was uitgeschakeld, was Jurgensen bedreigd.
Dat bleek een 12-jarige jongen te zijn. 10 punten, Brian. Denk jij dat Rick eroverheen gaat? Hij moet minimaal 10 moet hij wel goed hebben, vind ik. Het kan zijn dat hij 11 of 12, maar ja. 12 punten. Ja, Brian dacht al dat je er 11 of 12 zou halen. Ja. Dat zegt iets over mij, hè, denk ik. Ja, je weet wel veel inderdaad. Ja. Nou, jij staat nu tot nu toe bovenaan. Ja.